Oké, welkom bij de volgende video. En dit zijn drie hele speciale puzzels. Dit zijn namelijk de PTZ-puzzels à la cartoon. En ik heb ze alle drie kunnen bemachtigen. Ik heb er wel een tijdje over gedaan. Waarvan ik kan zeggen dat deze bijna niet te vinden is. Dat is Casino à la cartoon. En deze Golf à la cartoon. En deze Tennis à la cartoon, die zijn wel veel meer verkrijgbaar. Dus ik heb deze tweedehands gekocht, deze allebei 10 euro. En deze heb ik 30 euro voor moeten betalen, dat is echt wel veel geld. Maar deze is ook bijna niet te verkrijgen. Dus ik vond het mooi om de hele serie compleet te hebben. Wat maakt het nou zo bijzonder? Deze puzzels, die zijn dus uitgegeven door PTZ. Getekend alle drie door Jan van Haasteren, maar niet uitgegeven door Jumbo. En PTZ... dat is een onderdeel van de Hubrechtse kartonnagefabriek te Almelo. En drie personen die zijn daar verantwoordelijk voor de puzzelafdeling. En PTZ die heeft twee merken. Een A-merk puzzel en jigsaw, waarvan de puzzelstukjes 1,8 mm dik zijn. En een B-merk, iets goedkoper, die heet Wild Horse. En daar zijn de puzzelstukjes 1,5 mm dik. Nou, ze hebben verder een paar merken in hun beheer voor de puzzels. Dat is Pippi Langkous, Garfield en Rien Poortvliet. En wat is nog meer bijzonder? Ik zal het even laten zien. Hier op de zijkant. Deze puzzels, een normale puzzel van Jan van Haasteren van 1000 stukjes, is 68 bij 49. Kleine afwijkende maat, 68 bij 44 centimeter. Nou, dat is al anders. En we zullen eventjes kijken. Hier staat ook... een ander nummer. Klein vultje erop. 100-2300-M. Dat is het nummer. En al deze drie puzzels hebben zo'n soort nummer. Terwijl de normale Jan van Haasteren puzzels bijvoorbeeld 19023 als nummer hebben. Nou, wat is er nog meer bijzonder? Ja, de dozen die zijn iets anders. Je ziet, ik heb deze tweedehands gekocht. En ik ga ze alle drie maken. En... al deze drie puzzels die zijn ook in een ander model uitgekomen. Dus de puzzel Golf, daar zijn heel veel varianten van. Ook een puzzel Golf uitgegeven door Jumbo. De Casino puzzel is ook uitgekomen door Jumbo. En de Tennis puzzel is ook uitgegeven door Jumbo. Er zijn een aantal andere varianten dus. Verder nog te noemen, alle drie de puzzels zijn naar mijn idee 1983 uitgegeven. En nou, ik ga ze maken en ik ga jullie op de hoogte houden van de video daarover.